Hallo, ik ben jullie Zuidwijk, huisarts in Assen. In deze video zal ik uitleggen wanneer je de Morning After Pill kunt gebruiken, welke pillen er zijn, welke bijwerkingen het kan hebben en wat je kunt doen als je te laat bent voor de Morning After Pill. Oké, okay, misschien heb je seks gehad zonder condoom of andere goede anticonceptie en wil je niet zwanger worden. Of je bent de pil vergeten en overweegt een Morning After Pill. Ik leg je uit wat je kunt doen. Slik jij normaal de pil en slik je die al langer dan een maand en ben je nu één of meer pillen vergeten? En heb je seks zonder andere anticonceptie gehad, zoals een condoom? Soms is het dan nodig om een morning-afterpil te slikken, maar soms ook niet. Als je wilt weten hoe dat zit, kijk naar mijn video over de vergeten pil. Het kan ook zijn dat de pil niet goed werkt, doordat je die hebt uitgebraakt of binnen vier uur na inname van je pil waterdunne diarree kreeg. Of als je de minipil, dat is bijvoorbeeld CRZ, 12 uur te laat hebt genomen of de prikpil te laat hebt gehaald. Hoe dan ook, de anticonceptie is niet goed gegaan en je hebt seks gehad. Er zijn twee opties om alsnog te zorgen dat je niet zwanger wordt. Je kunt een morning after pill nemen of door je huisarts een koperspiraal te laten plaatsen. Dat kan tot vijf dagen na de onbeschermde seks. Deze video gaat over de morning after pill. Voor het spiraal neem je zo snel mogelijk contact op met je eigen huisarts. Als de seks langer dan vijf dagen geleden is, dan helpt een morning after pill of spiraal niet meer. En het zou kunnen zijn dat je zwanger wordt. Je kunt dan het beste een zwangerschapstest doen in de periode waarin je normaal ongesteld zou worden. Als je zwangerschapstest positief is, dan ben je zwanger. Maak snel een afspraak met je eigen huisarts. Als de seks korter dan vijf dagen geleden is, dan kun je een morning after pill nemen. Waar koop je de morning after pill? Je kunt de morning-afterpil eigenlijk bij elke drogist en apotheek kopen. Dus ook bijvoorbeeld bij het kruidvat of de ethos. Ze liggen meestal achter de balie. Je kunt er gewoon op vragen. Dat is niks geks, maar een goed idee als jij dat nodig vindt. Wanneer neem je de morning-afterpil? Liefst zo snel mogelijk. Het liefst binnen 12 uur na de onbeschermde seks. Dan werkt de morning-afterpil het beste. Welke soorten pillen zijn er? Er zijn twee soorten morning-after-pillen. De pil met levonorgestrel, deze kun je tot 72 uur na de onbeschermde seks nog gebruiken, en de pil met ulipristal. De pil met ulipristal kun je tot 120 uur, dus 5 dagen, na de onbeschermde seks nemen. Ze werken allebei goed. De kans dat je toch nog zwanger wordt na een morning after pill is ongeveer 2%, dus 2 op de 100 vrouwen is alsnog zwanger. Dus overweeg een zwangerschaptest in de periode dat je normaal gesproken ongesteld wordt. Als je medicijnen tegen epilepsie, HIV of tuberculose slikt, dan werkt de morning after pill misschien minder goed. Neem contact op met je huisarts. Als je borstvoeding geeft, mag je bij levonorgestrel 8 uur na de morning after pill geen borstvoeding geven. En bij de ulipristal mag je 7 dagen geen borstvoeding geven. Bijwerkingen van de morning after pill. Beide pillen kunnen bijwerkingen geven, zoals misselijkheid, hoofdpijn, pijnlijke borsten en soms lichte somberheid. Deze bijwerkingen gaan we 2 dagen weer over. Anticonceptie na de morning-afterpill. De morning-afterpill is bedoeld voor AFTER de seks. Dat betekent dat je na de morning-afterpill gewoon weer anticonceptie moet nemen, want je kunt nog steeds zwanger worden. Voor vergeten pillen, kijk naar mijn video over vergeten pillen, wat je het beste kunt doen. Wanneer neem je contact op met de huisarts? De morning-afterpill kun je zelf kopen, zonder recept. Gewoon bij de drogist, zoals de etos of het kruidvat. Ook bij je apotheek of de dienstdoende apotheek in de avond- of weekenduren. Als je hebt overgegeven binnen 3 uur na het innemen van een morning after pill of waterdunne diarree binnen 4 uur na inname van je morning after pill, kun je het beste contact opnemen met je eigen huisarts. Dan kan die met jou bespreken wat voor jou de beste oplossing is. Als je een spiraal wilt laten plaatsen of als je ongewenst zwanger bent, kun je natuurlijk ook contact opnemen met je eigen huisarts. Ik hoop dat je nu goed weet wat je moet doen als je onbeschermde seks hebt gehad en niet zwanger wilt worden. Sterkte!